De weg tussen Spijkenisse en Brielen is een van de provinciale wegen waar bomen moeten wijken voor verkeersveiligheid. En in totaal staan in onze provincie 6000 bomen op de nominatie om gekapt te worden. Wat vindt u van het aantal? Nou, schrikbarend hoog. Het zal ten opzichte van het totaal aantal bomen in de provincie misschien best nog wel meevallen. Maar ook het aantal potentiële slachtoffers of schade wat te verminderen zou zijn met deze actie gaat ook om procentjes. Dus ik ga niet in de getallen. Het gaat om het gebaar dat we straks een aantal N-wegen hebben die er gewoon als een kale vlakte bij liggen. Gewoon geen goede zaak. De provincie Zuid-Holland wil een botsvrije zone maken. En daarvoor moeten alle bomen binnen de 4,5 meter langs de kant van de weg wijken. Als een boom binnen de 4,5 meter staat of een lantaarnpaal of iets anders, dat je dan groter risico hebt om daar tegenaan te komen. En u bent daarvan overtuigd? Degenen die daar verstand van hebben, die zeggen dat er een risico is dat je ergens tegenaan komt, waardoor er ook 200 dodelijke ongevallen per jaar zijn. Het gaat overigens niet alleen over bomen, het gaat ook over lantaarnpalen en allerlei andere zaken. En de vraag is dus, hoe ga je daar mee om met die verkeersveiligheid? En daar gaan we het straks met elkaar over hebben. Volgens de bomenridders is verkeersveiligheid wel degelijk belangrijk. Maar onderschat de provincie het nut van bomen langs de weg. Die bomen die staan daar niet alleen voor het zicht, die staan er ook voor een stukje geluidsreductie. Die staan er voor regulering van de grondwaterstand, het opvangen van hemelwater, het vangen van fijnstof. De bomenridders hopen met 8500 protesthandtekeningen het tij nog te kunnen keren. Ja, natuurlijk heeft het zin. Als iedereen zijn snavel houdt in dit land, gebeurt er nooit meer wat. Dus je moet je laten horen. En ik denk dat wij met elkaar en ook de andere groene partijen een aardig signaal gaan afgeven.